Wil je allemaal weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal? Dashcam Zwolle, je naam is Casper. Welkom weer bij American Truck Simulator. Zoals je zagen net, zijn we dus nu in Seattle aangekomen. Ik heb trouwens ook een nieuwe functie op mijn streamdeck, hoor maar. Audio music, hartstikke leuk. Daar ben ik heel blij om. Ik heb een koffie. Het is in de avond weer. Laten we weer eens even een stukje gaan trucken. En dan zit hier tegenover en zit hier een zaakje, een Kenwood. En dat heeft ook gelijk ook waar je vrachten mee kunt ophalen. Even kijken wat ze hier te bieden hebben. Eventjes. Aan vracht. Hoef niet iedere keer helemaal naar een plek toe te rijden. Dan gaan we even hier staan. Hè? Kijk wat ze met de bieden hebben hier. Hoor. Ik heb ook net geslapen. Ik heb ook mijn truck weer geüpgraded. Zoals je ook al zag, zag je ook een volgend stukje nu op een vrachtwagen. Ze hebben geen vrachten beschikbaar voor je trailer. Oké dan. Nou, dat is dan lekker weer. Even kijken, we kunnen nog naar de Dallas is er al geweest. We kunnen naar Holbrook. Poeh, dat is wel een stukje knallen trouwens. We kunnen die wel doen trouwens. Dat is op zich niet een heel erg groot probleem. Maar dat is van San Francisco. Niet helemaal... Dan moet ik eerst naar Los Angeles toe. Dan moet ik even kijken hoor, want dan moet ik eventjes arbeidsmarkt doen. Waar ben ik eigenlijk in godsnaam? Hier toch ook niet? Blijkbaar ben ik hier, ik ben in Washington. Ik dacht dat ik in Seattle was, maar... Blijkbaar ben ik hier. We kunnen naar... Twin Falls, dat is hier zo. We kunnen naar. Ja, wel Seattle, ben ik wel. Haha. We kunnen naar. Sandpoint, dat is daar ook, dat is een beetje een hoekie. We kunnen Boomstronk Fries. We brengen naar Salam. We kunnen zand vervoeren naar Colville. Of we kunnen naar Spokane. Dan kunnen we een wiel daar. Zullen we die anders gewoon doen? Ik heb wel lekker veel geld voor trouwens. Het is een stukje rijden, maar... Het is wel een keer leuk trouwens om die een keer te rijden. We zijn wel een stukje onderweg, maar de video's voor mij zijn sowieso altijd al vrij lang, dus dat maakt er sowieso niet zoveel uit. Ik heb ook hier een beetje wel proper die weg op kan. Oh, dan moet je niet door! Ja jongen, dan rij je gewoon door jongen. Je ziet me toch draaien, of niet? Handige Harry. Echt, nou gewoon doorrijden ook hè. Oh, dit is lekker dit. Nou toch, laat me dan nog even tussendoor jongens, toen een beetje respect voor de vrachtwagenchauffeur, kom op nou. Zo, nou, uiteraard hebben we weer rood. Oh, ga even een kant op, andere kant op. Zo, ja welkom dus, Deskazol hier, namens Casper, welkom dus bij American Truck Simulator. Oeh, dat scheelt er ook niet veel trouwens. En we gaan weer een rondje... Trukken, dat is heel fijn hè? Ja, net vrachtje gebracht aan de haven. Hier in Seattle. En ik heb een keer groen. Ja, ik heb een keer groen. Jee! En ja, dat ging dus allemaal wel oké de laatste keer. En we gaan dus nu verder met dit spel. Ja, een poosje geleden dat ik dit spel gespeeld heb trouwens. Waar moet ik trouwens nu heen? Hier zo. Huh? Oh, hier moet ik zijn. Oké. Okay. Oh, moet weer naar die haven toe. Oké. Stop, waarom dan? Oké. Okay. Ja, ik vind het spel wel beter in elkaar zitten als Eurotransmitter hoor. Je hebt wat meer gameplay, om te zeggen. Alleen nu is het alleen de vraag waar ik naar heen moet. Oh, nog een treintje hier ook. Wow. Dikke dash. Oké, nu. Ja, dit wordt dan weer spannend zo. Als er weer een trein langskomt, dan heb ik een probleem, denk ik. Waar de hel moet ik er als heen? Waar moet ik heen? Oh, daar. Ah, gewoon voor me. Koek, koek. Nee, jongens, we komen er wel. Hè?
Als ik dat nog hier niet zet, als de trein voorbij komt, dan heb ik soms ook geen trainer meer over. Beetje raar dit. Oké, gebruik je eigen trainer. Ja, heel goed. En dan bedoel ik eigenlijk dus. Oei, dan is hij weg. Ja, dat kan wel kloppen, denk ik. Want voorheen was het voor mij geen eigen vrachtwagen. Kan dus nu naar Redding. Ja, voor mij ben ik daar al een keer geweest, volgens mij. Sandpoint. Portland. Sandpoint. Sandpoint toch? We gaan naar Sandpoint toe. Ik een foto van maken hebben. Zo. Gaan we een keer naar Sandpoint. Neem opdracht aan. Red naar de laadplek. Waar is die doe je dan? Waar is die laadplek dan? Oh, ik kan gewoon enter doen. Top. Oh, dat is net zo makkelijk. Ja, ik heb toch geld zat. Ja, het geld heb ik gecheat. Sorry. Oh, hier was trouwens de laadplek. Even kijken hoor. Nou moeten wij even kijken. Ja. Wat de. Ja, die kan moeten komen. Ik heb dus inderdaad mijn truck wat verbouwd. Ik heb mijn vrachtwagen wat. Mijn trailer wat verbouwd. Er zitten andere bandjes onder nu. En. Die trouwens wel zijn hier dan? Blijkbaar wel, want ik zie hier pijlen. Ik heb dus inderdaad een klepje boven me terug. Kijk, ik zal laten zien. Kijk, ik heb dus dit stukje staan ook al verwacht. Zo'n spolletje. Misschien een telemet of zo. Ik weet niet wat het is, maar. Oh, die heb ik dus nu. Goed, zoals jullie van mij gewend zijn, doe ik even de camera uit. Tijdens de games. Ja, play, zullen we zeggen. Ook al kan ik hier trouwens ook geen garagebox vinden in Hero. Ik was wel verwacht dat die er was hier, maar die is hier ook weer niet soms, hè? Oké, waar moet ik nou heen? Daarom, top. Oh ja, ik heb dan ook die spiegels dan nieuw, die voorop de bumper zitten, op de motorkap. Dus we kunnen dat deze spiegels er nu ook al uit volgens mij maar hoor. Kijk. Ik heb daar nu ook gewoon spiegels op zitten, dus. Ik denk dat dat toch alweer wat beter met gameplay is, denk ik. Zo nu wat, ja. Kunnen spiegels dus nu ook in de raad houden. Ja, wat ik al zei net. Ik vind het spel eigenlijk super wat beter in elkaar zit als Eurotruck Simulator. Ik weet niet precies wat het is, maar net alsof ze hier wat meer tijd aan gespendeerd hebben, zou ik zeggen. En toen was het spel was zo'n grote hype dat ze toen nog meer door zijn gegaan met Eurotruck. Moet ik hier dan trouwens in? Ja. Dan moet ik deze weg volgen naar Spokane. Maar iedereen is aan het Eurotrucken en ik ben aan het American Trucken. Lekker bochie. En nu? Rechtdoor. Top. Ja, ik blijf natuurlijk wel bij mijn eigen Mac. Ik heb mijn Mac teruggekocht, daar blijf ik natuurlijk ook bij. Nice view trouwens. Ja, zoals je weet heb ik ook wat problemen met Eurotruck. Na die updates krijg ik een heel rare glim op mijn, in mijn gameplay, in mijn spel. En ik krijg er helaas even niet uit. Ik moet even kijken wat daar het probleem is. Het kan liggen ook aan mijn grafische kaart. Want die is ook niet meer al te best, zou ik zeggen. Ik heb voor het heen al een keer verteld dat ik een nieuwe PC ga kopen, maar dat is het even weer op een laag pitje, want er komt wel wat grote jongens aan, onder andere een autoverzekering die behoorlijk hoog is. Dan ben ik ook nog een keer 2 keer uit eten, vrijdagavond en zaterdagavond. Dat zijn ook geen goedkope avondjes. Dus doe ik maar even op een laag pitje. Snooze River. Snooze River. Ik heb de Snooze River.
down the side. I got a smooth river. Down the side, I got a smooth river. Down the side, we got a cool river. We got a cool river down the side. Oké, klaar nu. Ja, ik ga toch een keer wat leuks doen. Lindsay, als je kijkt, hallo. Lindsay is mijn collega. Die kijkt mijn filmpjes. Samen met de vriend. Dus ook de vriend. Hallo. Wij gaan door. En het is, even kijken, nog rijden 5 uur en 53, 52 minuten, sorry. Dus eigenlijk met de schade is het allemaal perfect, neem ik aan. Ja. Volgende rustmoment is 12 uur 41, dus ik hoef niet meer te rusten. Verder geen schade aan de vracht. Mooi. Dat moeten we hebben. Dit was een flitsbal. Ik denk het wel. Ah, toch. Moet worden geweegd. Jammer dan, ik denk wel, dat is flitsbal, maar dat is een weegstation. Oké. Nou, we wegen maar. Het is niet anders. Hier al. Hallo. Hij doet niet. Was pas bij de volgende of zo. I don't know. Hij doet niks. I'm sitting in a truck. A truck. Moet ik dan hier dan zijn dan? Hier even kijken naar. Dat is eigenlijk maar tanken trouwens. Moet ik ook tanken? Ja, ik moet nog een keer tanken, zie ik. Parking. Oh! Trucks. Kan je niet tanken hier? Sorry. Ik moet eigenlijk een keer naar een plek toe waar ik ook even moet tanken. Of waar ik even kan tanken. Dus naar een tankstation. En dan moet ik even, ook even tanken. Ja, ik hoef niet te rusten. En terug snel op, jongens. Oh. Dus is wel klein, vrij klein moet ik zeggen. Ik moet naar een gas station toe. Dus de volgende had dan wel een gas station. Neem maar van wel. Hard. Dit is wat anders. Je kunt ook trouwens je truck weer fixen trouwens. Ja, er zit wel een gas station daar onderaan, maar dat doen we niet. Gewoon liever even naar een tankstation toe op de snelweg. Ik heb nog een benzine hoor. Het is niet echt dat je zegt van nou ik moet nu tanken, maar... Thanks. Zo, mag ik niet mijn handphone gebruiken. We hebben weer splitsing. Yakima! Moet je eraf? We gaan rechtdoor, we volgen. Er wordt een. Spokane. It's alright. Spokane. Oké, klaar nu weer. Ik ben een beetje in de liedjesversie vanavond. Op zoek naar een tankstation. Op zoek naar een tankstation. Voordat ik zonder brandstof kom. Haha.
Oké, lekker bochtje trouwens. Oh, is weer zo'n lekker bochtje er weer. Oh, gaat goed. It's a Columbian River. Hallo. Scenic view. Oké. Okay. Kijk, zoals dat bijvoorbeeld, hè, dat zie je dus niet bij Eurotox van net. Ook niet dat camerastandpunt van net. Hoe het filmpje zijn begonnen. Nieuwe uitkijkpunt ontdekt. Oké, okay. Nou, we kunnen even kijken wat het is dan. Scenic view. Nou, ben benieuwd. Moet er helemaal weer terugrijden, nee toch? Ja. Doen we niet. Nee, dat gaan we niet doen. Het zag er leuk uit, maar dat is weer een stukje om. Gaan we niet doen. Denk je zo? Ik ben op zoek naar een tankstation voordat ik zonder brandstof kom. La 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 la. Ja, en dat verzin ik gewoon maar even ter plekke, hè? Dit liedje. Dat is gewoon lekker weer een carnaval zit, hè? Ik ben op zoek naar een tankstation voordat ik zonder brandstof kom. Lekker in de truck, lekker aan het rijden. Oké, klaar nu. Ik heb hier wel een plekje waar je kunt slapen, maar geen tankstation. Waar je zonder brandstof stopt. Hey. En ja, lekker dan. Ga hard, joh. Oeh. Even de rem ontluchten. Zo, lekker. Moet af en toe gebeuren. Zo, die remmen van mij die zijn behoorlijk ontlucht nu. Boah, propaangas. Propaangas. Is geen lachgas. Waar is dat tankstation? Zie je zo wat gebeuren. Dan stikt het van de tankstation. Dan heb je er een nodig en dan kun je niks vinden. Waar gaan ze in de rem trouwens? Spokane. It's alright, it's alright, alright. Spokane. Do-do-do-do-do. Tot helemaal een muzikale versie vanavond. Nou, een beetje doorrekken op met die auto van je. Gas op de lippen. Gas op de lippen. Doe mij maar gas op de lippen. Gas op de lippen. We hebben gas in de lippen. Oké. Ik denk vanavond echt peper in de reet, joh. Dat ding van mij, die vrachtwagen. Hey, peper in de reet, peper in de reet, peper in de reet. La 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 la. Hoi, peper in de reet, peper in de reet, peper in de reet. La 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 la. Oké, ik ga door het gras. Niet op mijn gras, niet op mijn gras, niet op mijn gras. Want die vet moet gewoon aan de kant. Oh, poutje. Oh, schade.
Ja, volgens een liedje, hè. Ik ben verliefd op een vrachtwagenchauffeur. Dat heb ik veel liever dan een rijke directeur. Ik ben verliefd op een vrachtwagenchauffeur met beide handen aan het stuur en een vreselijk goed humeur. Nou, hoppa. Oh, die toon ik gewoon even zo uit de lange vinger. Top. Nee, dat is een bestaand nummer trouwens. Ik ben er geen brandstof meer. Ja, dat klopt, ja. Uh-oh. Ik ben verliefd op een vrachtwagenchauffeur. Want heb ik veel liever dan een rijke directeur. En verliefd op een vrachtwagenchauffeur. Met beide handen aan het stuur en een vreselijk goed humeur. Hoi, muzikale versie van American Truck Simulator. Vanavond live, door je speakers. Oké, waar is dat tankstation trouwens? Waar is dat tankstation? Ik dacht dat die hier wel stond. Waar is toch dat tankstation? Is hij nou hier? Komt hij eraan? Ik kom wel door een dropje hier zo meteen. Of voor mij zit spook. Misschien dat hier wat zit aan het tankstation misschien. Dan moeten we er maar even af. Ik sla even een haaks over. Mag dat? Ja, dat mag. Spokane. It's Spokane. Alright. Spokane. Ja, ik moet toch ergens even een keer gaan tanken ergens, jongens. Dan ben ik anders bang dat ik zo meteen weer terug ben in Spokane. Daar stond er wel een bed. Hé, daar is een tankstation. Oh, dan gaan we daar even heen. Hier is het tankstation. Ga hier even tanken. Even tanken. We staan voor een stoptonend sein. Mag dat? Hé, is goed. Is er daar ook een garage daar op die plek? Dat is wel leuk. Ja, ik ga door rood, maar ik heb haast. Ik moet tanken. Hoe zit hier een garagebox bij Spooking? Oh, daar moet ik zijn. Zal ik even kopen, anders maar hebben. Zo, even tanken. Ook eens geen zeer. Mooi hè, als je even moet wachten kun je een muziekje invoeren. Wel graag trouwens. Ik ga even kijken naar waar zit daar een garagebox? We kunnen ook via deze kant zo meteen verder doorrijden. Dus dan gaan we er even neus hebben. Kijk, hoe zit daar nou een garage? Pakken we daarna een secundaire weg verder naar plaats van bestemming. Hoe zit hier daar een garage hier? Die garage heb ik altijd wel interesse voor. Kijk, ja, er zit een garagebox. Aha. Ja, die gaan we even kopen. Ja, die wil ik ook kopen, ja. Ja hoor. Het filmpje hoeven wij dus niet te zien, want het filmpje hebben we al 10 keer gezien. We zitten nu in de garagebox, gaan doorrijden naar de plek waar we heen moeten. We hebben dus nu een garagebox erbij. Dat betekent ook weer dat ik nieuwe chauffeurs kan werven en een paar nieuwe trucks kan kopen. Ja, ik heb geld zat trouwens, kijk maar. Ik heb nu nog 714 miljoen ongeveer op de bank staan. Ja, ik heb gecheat, ik weet het. Ik cheat altijd een beetje met money. En nou wil hij mij weer op de snelweg hebben. Oh, oké. Net wil hij mij hier langs hebben. Oh, dan gaan we niet langs. Oh, dat kan niet. Dat loopt dood. Maar toch niet.
Oh, hij wil wel weer terug richting snelheid. Dus net zoals mijn Ford navigatie. Ook al is het bijvoorbeeld weer afgesloten, wil hij me daar alsnog heen hebben. Zeg. Ik weet, ik ga de rood heen, ik weet het. Oh, net groen. Mazzel. Oké, dan gaan we door. Ik zie nog gelijk even door het plaatje Spook. Spook. Spoon. Spook. Spokane. Oh ja, Spokane, dat was hem. Spokane. Kan ik hier langs zetten? Dan gaan we ook hier langs. Shortcut. Ja, die hoorn vind ik niet echt heel erg mooi trouwens. Beetje uitgehoorn, zou ik zeggen. Dit is inrichtingsverkeer. Ook leuk om te weten. Top. Dat vind je niet uit, hoor. Ja, natuurlijk, jongen. Ja, prima. Ah, oh, daar ga je niet langs. Tuurlijk. Hey. Wat de hel? Hallo? Waarom kan ik daar niet langs dan? Ik mag niet in, zegt hij. Waarom moet ik eentje... ik moet voor mij eentje eerder eraf, volgens mij. Huh? Oh, je mag er wel op. Oké. Dus hier mag ik erop. Ah. Twister. Ik denk het niet naar, want het is not enter. Dit is grappig. Dat gaan we zo maar niet doen, hè? Lachen dit. Ja, lekker dit. Auto blokkeert. Niet doorrijden nou. Kom op nou toch, jongens. Ja. Laspotten. Dan blijf ik gewoon achter me staan, hè, die droplul. Ja, aan de kant dan met die bak van je. Wegwezen. Mag ik hier wel op dan? Waar moet ik dan op dan? Ik moet daar. Oké, dan gaan we daar langs. Prima, jongen. Raar dit. Schade, 1%. Maar hoezo? Ik moet nou draaien, zegt hij. Dus als. Ja, ik weet het. Doe maar. Hier zit ik dan op die weg waar ik dus eerst heen moet. Dan mag ik dat hier wel snel op dan. Dat is wel heel raar zijn trouwens. Ja, hier mag ik er wel op. Ja. Oké, top. Hoezo trainingsschade 1%? Wat draai ik het over dan? Apart. Oké, we hebben weer de stammen gevonden. We gaan weer door. Wij verlaten Spokane achter ons. En we gaan door. Met onze rit. Hier. Op dit kanaal. Dit kan zonnen. Hey, wat vind je dit nou... ik zal een lampje lampen doen, misschien ook wel anders zijn. Vind je dit nou een leuke video trouwens? Dan zou ik zeggen, abonneren. Druk belletje, word je op de hoogte gehouden. En dan... Oké, als ik hier weer afga, dan zit ik weer op Spokane. Dus we moeten dus nu rechtdoor. Exit 286. Goed, tank weer vol. Ze kunnen er weer tegenaan. Lekker balletje gehakt op. Lekker balletje gehakt op. Lekker balletje gehakt op. En door. Want we gaan door, 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 door tot aan het gaatje. Echt een hele muzikale avond, Hero. Waar komen ze toch vandaan? We gaan er even zitten, anders kan ik een keer stoppen. Want hé, hij is gelijk groen. Oh, top, hé. We geven er nog 10 voor de stoplicht. Joehoe.
Oh, ziet er uit dat ik er bijna ben, volgens mij. Oh, nu moet ik er maar hebben. Het is groot. We staan voor een stoptoelen zijn. Mag dat? Nee, dat mag niet. We moeten gewoon doorrijden. Oké. Hé, hey, groen. Hey. Hurry up, green signal, yeah! Hé, hey, zit er voor me nou weer een garage? Serieus? Ja. Ja, yeah, Gertje. Waarom zit er voor me weer een garage? Wauw. Twee garages in één rit. Wauw. Ja hoor, het is weer een garage. Oh, dan ga ik die ook weer kopen. Kopen. Ja, ik heb er voor je weer een garage. Dat is bizar zeg, hé. Twee garages in één rit. Cool. Hoe kom ik daar trouwens? Oh, hier zo. Oh. Kopen. Nou, dan vind je een shit of vind je geen garages. Hé, hey, jongen. En je vindt in Washington geen garage en dan vind je er gewoon in één keer twee. Zeg je nee, dan krijg je er twee. Kijk, hoe moet ik nou rijden? Ik kan ook rondrijden, zie ik. Dat is wel mooi trouwens. Moet ik hier ergens moet ik dan af? Krijg je weer zo'n achterlijk filmpje zometeen. Hier zo, ik denk het wel. Nog doorrijden op dan. Ga dan gas, jongen. Gas zit links. Gas zit rechts, sorry. Doe dat toch, ga dan even door. Kom dan, jij even doorrijden met je Tesla. Heel goed. Hier is die garage. Mooi man. Oké. Oké. Weer alles weer klaar. Dan gaan we weer verder. Weer een garage erbij. Dat betekent dat ik dus nu alweer 10 chauffeurs in benen moet gaan nemen. En 10 vrachtwagens moet gaan kopen. Oeh jee. Dat wordt wel een heel goed bedrag. Ja hoor. Oh, de deur gaat alweer voor me open. Handig hè. Kijk, dan moet ik even weer terug. Hier zo, ja. Tussen, neem ik aan van wel. Ja. Dan moet ik hier weer de normale grote weg op. Zo. Inmiddels is het 6 minuten voor 11. Doe maar uit hoor. Doe maar uit hoor. Goed. Ik had daarvoor weer een vraagteken. Dus ik heb iets speciaals. Misschien is dat wel. Ik denk dat dat een dealer is, denk ik. Een dealer of een wervingsbureau. Cool man. Twee garages erbij. Lekker, lekker, lekker. Het is een wervingsbureau. Ai, 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 ai. Doe maar even voorrijden. Oeh, female. La 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 la. Dit is een wervingsbureau neem ik aan. Of is het wat anders? Ja, het is een selectiewervingsbureau. Oké, okay, nou dan kunnen we hier mooi even inrijden zo. Dan kunnen we zo even weer achtervoren terugrijden. Ook al is het laat in de avond, die man staat daar iedere keer. Die man die gaat gewoon niet weg. Ook al is het 1 uur of 2 uur s'nachts, dan staat daar iedere keer staat die man daar. Oké. Okay. En weer terug. Ja, even weer terug in de stelling en dan gaan we weer. Nou, misschien dat die man wel gewoon bij mij wil werken, misschien. Kan zomaar. We hebben nog steeds groen, dus blijf even groen alsjeblieft. Dankjewel. Top, heel goed. En weer door. Ga uit. Waarom gaat eruit? Oh! Goed, licht even aan. Kan ik het even wat beter zien. Het is nu nog 8 en 4 rijden. 47. En dan zijn we op de plaats van bestemming. 46. Disco verlichting. Are you doing it? Are you doing it? Oké. Okay. Moet je zo doen, hè?
Dan moet je wel gewoon gas blijven ingedrukt houden, misschien. Wat een zeer muzikale avond vandaag. Nacht. Ja, het is hier nu nacht, dus bij is het ook nacht, maar het spel is ook nacht. Nog een keer. Oké, ik hou op. Ze krijgen wel mensen die... ook zwaaien. Ja. Oh, hallo. Oh, was politie trouwens. Don't wake up, policeman. Oké, ik heb hier een vraagteken voor mijn in mijn mapje staan. Wat zal dat zijn? Waar komen ze toch vandaan? Ik denk dat de graasjes waren gecamoufleerd. En ik heb ze nu gevonden. Oh, dit is weer zo'n uitkijkpunt. Oké, dat geloof ik wel. We gaan even op zoek naar onze fabriek. Onze fabriek. Om onze lading te gaan deponeren. Daar zo. Spannend en sensatie hier op Deskamp Zwolle. Het was een normale jongen die vroeger veel met vrachtwagentjes speelde. En nu... maak die ongelukken, politieagent. Dat is ook heel slim. Het is inmiddels 12 in de nacht. Ik denk ik ga ze de mensen een bakken maken. Bro. Toen de jongen rijdt op de doorbal. Hey. Oei. Oké, we zijn binnen op de plaats van bestemming. Ik zie daar een vlaggetje. Moment. Want mag de vlag weer uit. Ik doe 's avonds de vlag weer uit. La 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 la. Oké, je moet hier bochtje om. Love. Dan gaan we hier weer naar rechts toe. Hé, nog een keer groen. Bliksemsbom alleen. Zo. Dan gaan we weer naar links. Weer de rem even ontluchten. Kijken of ze nou goed ontlucht worden. Bah, echt vies dit. I'm looking for the bathroom. The bathroom. Oh, ik had daar moeten staan. Sorry. Dan krijg je gewoon door. Want ik ben er wel een beetje klaar mee, heb ik gezegd. Hey, weer een rood licht overtreding. 480 euro, jongens. Dan moet ik hier weer af. Doe dit zeestraatje. Walbert. Hier zijn we op de plaats van bestemming. Jee. En dan moet ik daarheen. Daar moet ik zijn. Nou, hartstikke fijn. Waar zou je zijn zonder de trein? Ja. Enter. Doe maar gewoon maar, sorry ik heb haast. Ja, vind ik helemaal goed. Bevestig maar. En dit is dan het eindresultaat van dit game voor de avond. Afgelegde afstand 384 mijl. Nog tijd 7 uur en 52 minuutjes. En ik heb brandstof gebruikt van 72,4 gallon. Ja, mooi. We zitten trouwens in level 7, zie ik. Jee, cool. Oké. Ja, we mogen weer een vaardigheid omhoog gaan. Kijk, we doen gewoon alles gewoon netjes. Oké. Dit was het voor nu. Ik wil jullie bedanken weer voor het kijken van deze muzikale avond. American Truck Simulator avond. Dag, middag. Ik weet niet wanneer je dit kijkt, maar komt wel goed. Vergeet niet om te abonneren. Door het belletje moet je op de hoogte houden wanneer ik weer een nieuwe video upload. Nou, voor de mensen die mijn kanaal bezoeken weten dat wel. Maandag, dinsdag, woensdag en de vrijdag. Ik zit wel stiekem te denken om eventueel, komt ie aan hè, even een primeurtje,
om ook na de kerstvakantie weer donderdags te gaan livestreamen. Of donderdags wat te gaan doen. Door middel van een videootje over livestream. Moet ik even nog kijken. Komt dan een keer goed. Ik vind het, momenteel vind ik het wel goed zo even. Ik zeg de groeten toe en een dikke dag. Hoi, later los ballos.